collega. Gaat allemaal goed, Adebrecht? En hoe voelt het nou? Is dat nou bakboord of stuurboord? Het ruikt hier nog helemaal nieuw. Ik loop in de buik van de Texelstroom. Dat is de nieuwe veerboot van Teso. De Texels eigen stoombootonderneming. En wat ik hier ga doen, dat krijg ik van Jaap te horen. Dat is leuk, Jaap is onze cameraman. Ja, die zie je natuurlijk niet. Staat aan de andere kant van de camera. Dat, zo werkt dat. Maar die komt dus van Texel. Dus jij weet alles van, hè, Jaap? Ja, alles. Alles. Dag Marieke. Welkom aan boord van de Texelstroom. De nieuwe veerboot van de Teso. Binnenkort vaart het schip heen en weer tussen Den Helder en Texel. Maar vandaag oefent de zevenkoppige bemanning. Jouw opdrachten. Wat is de trots van Kees de Waal? Hoe word je kapitein van de Texelstroom? En zoek met Mare naar de poëzie van staal en glas. Kees. Dag Marieke. Dag, hallo. Welkom aan boord. Directeur van Teso, dank. Ja, geweldig dat jullie hier zijn vandaag. Ja, trots. Trots dat wij het eiland dit met elkaar hebben klaargespeeld. Dat we met elkaar ideeën hebben bedacht die hebben geleid tot dit nieuwe schip. 400 ideeën ingebracht in een schip wat hier dan nu vandaag klaar ligt voor de training. Van wie kwamen die 400 ideeën? Van medewerkers, van eilanders, van eigenlijk heel veel mensen met verstand van zaken die heel specifiek zijn aan boord van zo'n schip. En wat voor ideeën moet ik aan denken? Ging dat echt van, misschien moet je de toiletten eens een keertje rood verven, Kees, tot aan, zullen we de propellers onderaan het schip vernieuwen? Nee, maar de ideeën waren heel praktisch van aard over het algemeen. Geen jacuzzi's bovenop het schip bijvoorbeeld, die zijn niet voorgesteld. Nee, voorgesteld werd van hoe kunnen bijvoorbeeld als gehandicapten, minder valide op Texel, gewoon in alle ruimtes aan boord komen op een prettige manier en zelfredzaam zijn. Dus bij het buffet kun je zien dat die mensen ook in staat zijn om zichzelf gewoon op een goede manier daarvoor kunnen helpen met alles wat te doen is aan boord. Hey, wat me meteen opviel, ik zag hier staan, vandaag oefent de zevenkoppige bemanning. Ik vind dat zo weinig, 7 man. Ja, we werken in totaal met 10 mensen aan boord tijdens een afvaart, dat is op basis van de wet. Maar we kunnen met 7 mensen dit schip besturen, dat klopt. Ja, 2 matrozen, 2 machinisten, 2 stuurmannen en 1 kapitein. En dan heb je ook nog mensen in de horeca werken, toch? We hebben ook nog een aantal mensen in de horeca waar werkzaam zijn. Die zijn ook lichtmatroos. Die tellen ook mee voor de bemanning wat dat betreft. Die kunnen ook in geval van calamiteiten ondersteuning bieden om de mensen veilig van het schip af te krijgen. Is gelukkig nog nooit nodig geweest. Afgelopen 100 jaar, zo blijft het ook wat mij betreft. Wat is er aan? Zijn er roeiboten? Eventjes zo'n soort van Titanic check doe ik nu. Wat is er als het misgaat? Er is van alles als het misgaat. Dat zouden we kunnen laten zien. Er is bijvoorbeeld een jetski aan boord. Dat heeft een heel hoog James Bond gehalte. Maar is aangereikt door de KNRM medewerkers die ook bij ons werkzaam zijn. Die hebben die jetski bij de KNRM gezien, dat is een noviteit. Daarmee kun je heel snel bij een drenkeling komen. Dus dat is weer ook een van die 400 ideeën die aan boord is geïmplementeerd om de situatie voor zo'n passagier die eventueel over boord zou kunnen gaan in de toekomst, wat ook nog nooit gebeurd is, maar voor het geval dat we het op orde hebben. Ik ga het nu niet proberen hoor. Kunnen we nog dieper de buik van het schip in om misschien iets van de techniek of zo te zien? Want de trossen los, zie ik. Wat gebeurt er? De trossen gaan los. Oh, dus we gaan er echt voor nu. Dus wat dat betreft een mooi moment om ook even naar beneden te gaan om te zien van hoe dat schip dan straks wegvaart. Ja. Want we hebben alle apparatuur aan boord staan, motoren en voorstuwers, roerpropellers waarmee dat schip dat uiteindelijk beweegt. En dat kunnen we hier, zien. Dus als Jaap ook even komt, is Texelse vriend, dan ja, Texelse vriend, mooi. Ja. Dit is natuurlijk Link met die jurk. Moet ik even vasthouden. Hey, want hier kom je natuurlijk niet zomaar als je de overvaart doet van Den Helder naar Texel, Kees. Nee, dat is de bedoeling. Natuurlijk, dit is een plek waar je ook niet echt heel comfortabel is. Maar het is wel interessant om even te tonen wat hier gebeurt onder het schip aan de passagiers. Dus, flink wat herrie natuurlijk. Ja. Nou, hier staan we beneden bij de ruimte waar 2 roerpropellers zitten. Met deze 2 roerpropellers kunnen wij het schip besturen. We hebben er 4 in totaal op het schip. Aan beide zijden van de boot heb je 2 van deze apparaten hangen. We staan nu zo'n beetje op niveau van het water, 20 centimeter daarboven. En hier draaien nu de roerpropellers klaar voor gebruik, klaar om het schip de haven uit te manoeuvreren. Wat bijzonder is aan dit schip, het is een hybride boot. Een beetje vergelijken met een Prius wellicht. Dat zijn auto's die ook elektrisch kunnen rijden, naast dat ze de motor kunnen gebruiken. Dat geldt ook voor dit schip. En dat achter die wand hier, wat dus op dit moment niet te zien is rechtstreeks, maar misschien kunnen we wel even met de camera door het raampje kijken straks. Dat zijn batterijen, 1,6 megawatt in totaal. Batterijen? Batterijen, waarmee we groen kunnen varen. En door welk raampje zouden we kunnen kijken? Hier zo. Dat wordt natuurlijk een soort klauterpartij. Maar dat gaan we wel even proberen. Een schip op batterijen. Ja, het is eigenlijk gewoon, eerlijkheidshalve, is het gewoon eigenlijk een beetje een. Het is eigenlijk gewoon een beetje een donker hol. Het is een vrij donkere kast, een gemunitioneerde kast. Die wordt op lage temperatuur gehouden om de levensduur van de batterij te verlengen.
Want hij verwacht dat deze batterijen 7 tot 8 jaar mee kunnen aan boord van het schip en daarna nog een keer vervangen moeten worden voor de tweede helft. Want waar is deze boot gebouwd? Deze boot is gebouwd in Bilbao, La Naval. Ontworpen door Nederlandse partijen, met heel veel Nederlandse leveranciers in Spanje ook gebouwd. Dat is spannend, iets van techniek in het zuiden van Europa laten bouwen na de Vira. Sorry, wat zei je? Na de Vira durft hij het aan om in het zuiden van Europa te bouwen? Wij durfden aan om in het zuiden van Europa te bouwen, omdat de scheepsbouw daar een hele goede reputatie heeft. Ik weet niet of treinen daar normaal gesproken goed worden afgeleverd, maar schepen zijn ze echt goed in Spanje. En hoeveelste schip is dit van de TESO? Dus het 15e schip in de geschiedenis van TESO. En jullie hebben er nu al twee, dus dit wordt dan de derde of gaat er dan één van de drie die jullie nu hebben weg? We gaan het schip uit 1990, de schoolopdracht gaan verkopen, staat in de verkoop momenteel. We zullen nog aanhouden tot december, als de kinderen iets uit deze boot zijn, wordt het schip verkocht. Kees, dankjewel. Ik denk dat ik op moet naar de kapitein. Die bevindt zich een stuk hoger dan waar we nu staan, hè? Is dat? Ja, ja. Goeie wandeling gewenst daarboven. Dankjewel. Ja, van de herrie beneden. We stonden echt helemaal beneden waar de, ja, ik noem het even, de propellers worden aangedraaid. Naar de rust op de brug, Bas. Ja, hier is het lekker rustig, ja. Dit is jouw werkplek. Hoe lang al? Ik werk sinds 1997 bij de TESO. En sinds 10 jaar vaar ik als kapitein. Dus je hebt eerst iets heel anders gedaan. Wat was dat? Nee, ik heb niet iets anders gedaan. Ik ben hier in 1997 begonnen op de wal als auto-opsteller. Ja, toch best iets heel anders, toch? Auto opstellen? Ja, maar wel binnen hetzelfde bedrijf. Ja. En vervolgens ben ik matroos geworden. Daarna stuurman. En vervolgens kapitein. Okay. Altijd al je wens geweest van kleins af aan? Nou, gek genoeg niet, nee. Nee. Dus hoe word je kapitein van de Tesselstroom? Om die vraag maar meteen te stellen. Is gewoon beginnen als auto-opsteller. Ja, gewoon onderaan de ladder beginnen en langzaam omhoog. Ja. Het ruikt hier ook nog helemaal nieuw. Kun jij laten zien welke snufjes er allemaal weer anders zijn dan op de andere boten? Ja, dat kan. Bijna eigenlijk is alles anders. Ze beginnen met de stuurstoel. Is op het andere schip, op de Dr. Wagenmaker, ja, ook een stoel waar je gewoon normaal in kan zitten. In deze stoel zit gewoon heel veel bediening. Dus zoals je hier ziet de micropilot. Duik even om je heen hoor. Dag, ja, hallo. Is helemaal goed hoor. De micropilot waarmee je gestuurd wordt. Dus ik had verwacht dat je gewoon echt achter een roer zou zitten. Ja, dat is een beetje ouderwets. Dat doen we niet meer. Dus dat heb je bij de Dr. Wagenmaker, jullie andere schip, is dat ook niet meer? Nee. En op de Schulpen gaat ook niet. Dat zijn twee joysticks. Dat worden voor en achter worden onafhankelijk bestuurd. En hier doen we met één joystick. Besturen we 4 schroeven. Hij staat in de routemode. Kijk, als je deze indrukt. Ja. Okay. Wat gaat het goed? Ja, prima. Ja, gaat zeker goed. Ja? Ja. Want ik begrijp dat het jullie allereerste keer is echt. Ja, vandaag is de eerste keer dat we ermee mogen varen. Daar wachten we al even op, want het is natuurlijk ontzettend leuk. Nou goed, jullie zien het ook, een fantastisch uitzicht. Ja. Een prachtige werkplek. Wij zeggen altijd het mooiste kantoor van sowieso van heel Tessen. En misschien ook wel de helden. Dus, ja. Maar hoe is het met de spanning? Zijn het zweethandjes dan toch wel als je zo de haven uitvaart? Nou kijk maar, ze ben droog. Nee, het komt heel vertrouwd over. We hebben ook een simulator in een oud dun schild. En daar hebben we langdurig op gevaren. Dus om te leren. Met de Tesselstroom zeg maar. Ook met de ingrediënten van dit schip. En dit voelt gelijk goed aan. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Was dat voor jou ook zo, Bas? Ja, 2 weken geleden voor het eerst hierboven gekomen. En de haven van Texel uitgevaren, de haven van Helderen ingevaren. Ja, en dat voelt gewoon vertrouwd. Je hebt een iets ander plaatje op je instrumenten. En een iets ander zicht naar buiten. Maar de basis die we eigenlijk meenemen vanaf de Dr. Wagenmaker, kunnen we hier goed op verder borduren. Ik zie daar natuurlijk de radar. Ja. Wat kan ik daar allemaal nog meer op zien op alle apparatuur die jullie voor je hebben? Links van Frans zit hier een ECDIS. Dat is eigenlijk een elektronische zeekaart. Dat is meer een hulpmiddel eigenlijk. Kan je eigenlijk ook op zien, net op de radar, waar je op dit moment bevindt in het water. De dieptes staan erbij, de plaatsen van de boeien. En door het AIS-systeem kunnen we zien welke schepen er om ons heen varen. Elk schip is eigenlijk uitgerust met een transponder. Die zendt de naam, de koers en de snelheid uit die dat schip op dat moment heeft. Hierboven zie je een rits schermen waarmee we eigenlijk naar buiten kijken. We zitten hier zo'n beetje op een meter of 16 boven het water. 16? Nou, dat had ik niet gedacht. Nee. Even kijk je op. Ja, dat lijkt iets lager, hè? Ja. Ja. Omdat we eigenlijk aan de buitenkant niet echt heel veel zien,
Zijn dit eigenlijk een soort van achteruitkijkspiegels die je ook op je auto hebt, waarmee we eigenlijk een beetje de fine-tuning doen in de havens, het laatste stukje manoeuvreren. Ja. Ik ga zo meteen ook echt daadwerkelijk helemaal hier beneden het schip in, want het interieur is ook helemaal anders. Dat ga ik samen met een dichteres bekijken. Maar zou ik, voordat ik dat doe, zou ik heel even in de stoel mogen zitten, kapitein? Of is dat een no-go? Dat kan, hè, dat het een no-go is. Dat is natuurlijk ook een antwoord. Nou ja, Bas, wat zullen we? Voor het plaatje is wel leuk natuurlijk, hè? Voor plaatjes leuk, voor plaatjes. Dus het is zo lekker dat je een microfoon in handen hebt. Dan kom je met van alles en nog wat weg. Zal ik jouw microfoon vasthouden? Ja, wat een goede deal. Ja, ja. Even van baan wisselen. Nou, we staan niet stil en toch doe ik niks. Ach, collega. Gaat allemaal goed, Adebrecht. En hoe voelt het nou? Is dat nou bakboord of stuurboord? Ik ben daar altijd een beetje... Zit jij ook bakboord voor mij? Stuurboord. Of stuurboord? Ja, het stuurboord. Oké, nou te gek. Ik moet nog even oefenen in de simulator misschien. En als ik hier iets mee doe... Ja, maar ik heb liever dat je dat niet doet. Dat begrijp ik. Nou, dan ga ik naar beneden, naar de dichteres Mare. Is goed. Ja. Hey Mare, dit is ook de eerste keer dat jij het schip ziet, hè? Klopt. Ja, ik ben nog een beetje aan het kijken van wat ik allemaal om me heen zie. Dat is natuurlijk echt totaal anders dan de vorige boot. Ja. Wat vind je ervan, die eerste... Ja, ik vind de kleuren echt heel mooi, zeg maar heel erg van Texel ook. Dat is ook, hebben ze zo ontworpen. En het is ook heel licht, heel veel ramen. Maar het is ook wel heel erg binnen, vind ik. Je hebt niet zo makkelijk dat je naar buiten kan, omdat het al zo licht is. Ja, maar jij bent de Texelse eilanddichter, hè? Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat ik sinds januari gekozen ben om 6 gedichten per jaar te schrijven over de actualiteiten van het eiland. Ja. Dus dan is er iets moois gebeurd en dan ga ik bedenken wat ik daar voor poëzie in kan zien en over kan schrijven. En dan schrijf ik een gedicht en dan komt dat in de krant en op de website van de gemeente. En wat is je link met Texel? Woon je er zelf? Nee, ik ben er opgegroeid. Niet geboren, dus ik ben officieel aangespoeld volk, heet dat. Is dat echt de term? Ja, ja, dat hoor ik, ja, wel eens. En mijn ouders wonen hier nog steeds. Ik ben hier heel veel, dus ik schipper een beetje heen en weer, want ik woon in Amsterdam. Ja. Dus, ja. Nou ja, heen en weer schipperen is nu eigenlijk ook letterlijk doen. We gaan een beetje alle kanten eigenlijk natuurlijk op tussen Den Helder en Texel op dit moment. En heb je dan ook een gedicht gemaakt over de Texelstroom, de nieuwe boot? Ja, dat gedicht heb ik bij me. Zullen we anders heerlijk een soort voordraagmomentje dat we even lekker neerstrijken met dit alles moois op de achtergrond? Oké, ik heb een... Zet u thuis lekker een soort pianomuziekje lekker op en dan dit ondertussen kabbelend op de achtergrond. Ik heb een gedicht gemaakt over deze boot. Ik vond het in eerste instantie... zal ik het inleiden? Ja, wat jij wil. Hoe jij wil. Behoeft het inleiding? Nou, nee, ik vind het wel leuk om het een beetje in te leiden. Ja, dan is het goed. Vind ik het goed. Ja, ik zag dat hele grote ding en toen dacht ik, goh, dat is wel echt een hele nieuwe boot. Heel technologisch ook qua ontwerp. En ik moest er een beetje aan wennen, want ik hou heel erg van ronde ramen op een boot en die zag ik ook niet. En nu hoor ik dat het ontwerp van een vogel afkomstig is, dat het vleugels, zeg maar, van de kleuren en dus wat zo. Wat we achter ons zien dat hier, dat ook wel weer heel mooi. Ja, precies, de witte verf, zeg maar. Maar ja, dus ik moest een beetje iets zoeken waar ik echt wat mee had. En toen dacht ik, ja, ik vind het wel heel mooi dat hij zo zelfvoorzienend is. En dat schip als het ware opgroeit en steeds meer voor zichzelf leert zorgen. En daar heb ik iets over geschreven. En wat voor mij altijd hetzelfde is op een boot naar Texel. Oké, mooi. En het heet dus de Texelstroom. Zoals altijd op de boot tempt ze mij, maakt oneindig blauwvrij, verruimt mijn blik en stroomt veel verlangen naar weinig. Zoals altijd op de boot waait hier mijn haar en zout op, als het schip zich weer vult met vinloze wezens. Wagenmakers, molengaten, dageraden en de zeemeeuwen azen nog altijd naar brood. Zoals op elke nieuwe boot blijft veel vertrouwd. Toch groeit ze op. Voorziet zichzelf van warmte, licht en kracht. De kapitein stuurt nog steeds, maar laat ook meer los. Ze groeit op. Breder nog haar welkom vaart. Past nu zelfs ook de zon erop. Dankjewel, Mare. En met jouw mooie gedicht
is het ook meteen het einde van NH Leeft. Vanaf de gloednieuwe Tesselstroom, waar alleen op dit moment wij nog op zitten, maar binnenkort ook in vaart, zodat je er zelf op kunt van Den Helder naar Texel. Gaan wij nog even genieten van het uitzicht. Yes. Dankjewel, tot de volgende keer.